Ik ben Martijn Fischer, ik ben acteur en ik ben ook zanger en bovendien ook ambassadeur van de Stichting Hartekind. En ik ben vader van 2 zoons, binnenkort 3. Ja, ik kreeg op een gegeven moment een tweede zoontje en die maakte in eerste instantie een gezonde indruk. En toen hij 2 was, toen kwamen we bij het consultatiebureau kwamen we erachter dat hij een hartpatiënt was. En dat hakt er echt enorm in. Ik bedoel, als het gaat om de gezondheid van je kinderen, ja, er is niets wat je zo kwetsbaar maakt als dat. Het heeft enorme impact op je gezin. Het brengt zulke ongelooflijke spanningen teweeg. En het gekke is, kijk, mijn zoontje is geopereerd en dat is goed afgelopen. Maar en zo goed eigenlijk dat hij nu eens in de 4 jaar maar op controle hoeft te komen. Maar het gekke is dat er toch altijd iets sluimert. Het raakt eigenlijk gewoon je grootste angst als ouder, dat er iets met je kindloos is. Het is gewoon eigenlijk, om het maar eens heel netjes te zeggen, ruk. Mijn zoon zelf is eigenlijk de allergrootste optimist op de wereld die er bestaat. Hij heeft zo'n mooi ritsluitingje. Dat is ook wel iets, dat draagt hij met een soort trots. Hij heeft wel iets meegemaakt wat bijvoorbeeld zijn klasgenoten niet hebben meegemaakt. Maar hij is er gelukkig niet angstig door geworden. En dat is wel een zegen, want dat had ook gekund. Nou, ik zou tegen jullie willen zeggen, zoals jullie daar zitten met z'n allen in Vondel CS, keep up the good work. Ja, ik ben jullie er innig dankbaar voor dat jullie doen wat jullie doen. Degene die mijn zoon heeft geopereerd was een jonge Belgische vrouw. Die heeft gestudeerd in Berkeley en die zette dan toch maar het mes in dat kind. En ik heb daar innig respect voor. Ik ben daar heel dankbaar voor. En je moet maar durven. Als ik een petje had, zette ik hem af.